Ik ben onderweg naar Parijs voor de Huawei-test. Ze roepen heel erg van het horen dat er een enorm goede camera in zit. En gerucht over echte optische zoom. Nou, dat leek me wel super interessant om mee te maken. En ik ben ook heel benieuwd naar hoe het in de nacht doet met weinig licht. Ik ben nog nooit eigenlijk naar zo'n launch event eigenlijk geweest. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. The new generation super sensing 40 megapixel Leica tube camera. We zijn eigenlijk meteen naar een stopcontact gerend om zoveel mogelijk stroom erin te krijgen, om zoveel mogelijk foto's te kunnen schieten daarna. Ja, dit is wel even wat anders dan mijn huidige smartphone cameraatje. Bij Huawei vinden we het erg leuk om hier met de tweakers aanwezig te zijn. Juist omdat dit de mensen zijn waarvan we heel graag horen wat zij van het toestel vinden. De eerste indruk is enorm positief. Ik denk de foto's zijn heel scherp. De zoomfuncties zijn echt indrukwekkend. Ik had in het begin verwacht dat het een beetje... vooral heel veel edit was van hoe goed kan die inzoomen, hoe scherp is die. Maar als je er eenmaal echt mee aan het spelen bent, dan kom je erop achter dat die echt heel erg goed is gewoon. Huawei had een video geplaatst van de Eiffeltoren waarbij ze zo ver inzoomden dat je de letters van de toren kon lezen vanaf deze positie. En dat was bijna te bizar, zeg maar. Niemand geloofde dat dat kon en we hebben het net inderdaad gewoon voor elkaar gekregen. Als je verder in gaat zoomen, dan wordt de optische beeldstabilisatie gebruikt. En ze hebben ook nog een AIS-functie toegevoegd. Daar gebruiken ze die neuroprocessoren die erin zitten voor. En aan de hand daarvan het beeld digitaal te stabiliseren. Dan blijft het beeld gewoon super strak. Ook heel belangrijk vind ik de accuduur. Ik zeg die tot nu toe. Ik denk dat ik hem al heel de dag aan het gebruiken ben. Ik zit nog altijd aan het 70% van mijn batterij. Met dit toestel kan je, ook als het zeer donker is, kan je eigenlijk fantastische foto's trekken. Op het moment dat ik hem nou met een nachtopname maak, is het toestel zo slim om daar zelf een lange belichting eigenlijk van te maken. Dus hij belicht dan 5 seconden, waardoor hij eigenlijk op een lagere ISO het nog kan maken. De iPhone zit al veilig in de valies. Ik denk niet dat ik hem nog ga gebruiken. De tweakers die hier nu zijn, die gaan de komende weken nog met het toestel aan de slag. En daar kunnen jullie een uitgebreide review van ons verwachten.